Welkom terug hier bij die Groot Ontbijt. Dit is nou tijd voor Elsa's 2 jaar. Brokita. Ja. Hij heeft me teruggevat ook in mijn Weermacht. En dit is zo interessant. Ik heb gisteren samen met een vriend ontbijt gegeven wat ik nooit doe nie. Ja. En toen vertel ik dat vreesbevangen gevoel als jouw ouders jou daar los. Want allemaal is vriendelijk, nee? Hy koper haal, hulle teken vir jou in en is trikkies en is te lekker, mama bye. En as hy, dan gaan hy ek so toe. En dan verander hy mense. Hulle verander so. Daai selfe ou wat nog so vriendelijk was en vir jou ma sê, hoe so goed kyk na jou kind, moenie waar, dis lekker, baie dankie. Dan sit, mama! Dan besef jy, ek's nou in die grootste moeilikheid. Jy kan nie uit nie. Al verwijzing wat ek het, is maar wat mens opgelees het en van die plays wat mens gedoen het. En ek weet, Dion Opperman is nogal een baie groot skryver ook as het kom by theaterstukke en so van dit. So maak ek nogal... Denk jy, jy sal deurgaan as een veteraan, Jornay, die dat jy Canary was? Nee, glad nie. Nee, Canary was speel, Ami. Maar ons het oor die liefde gesing, Elsa. Elsa is een minuut. Jy het oor die liefde gesing, maar was daar daarom liefde ten spuite van daai geskree? Het is een wimpie en Koosie was al groot liefde daai jaar. Wel, ons focus op liefdesverhalen. Dan is my minuut op verzoek van je van Huisteen. Dat is weer rooi. Daar is het gewoon. Ai, hoe gaan ek ooit die soen vergeet? Ek probeer... Jornay! Ek het nie nou gehoor wat hy gesê het nie, maar ek probeer my best om nou te focus. Focus op wat jy graag met ons wil deel. Ek sê die stokkie hier voorsteek, gaan aan. Die technische spanning het ook baie rooi nou. Onderlaag! Maar ja, ek denk die belangrikste om by uit te kom, ek het gaan kyk na van die beste of gunsteling liefdesverhale. En hierin is beslis ook heel boe my lijst, Pride and Prejudice, wat die eerste plek op hierdie lijst behaal het, van Jane Austen. Natuurlijk Mr. Darcy en Keira Knightley, wat haar rol so mooi vertolk het, of goed vertolk het. En dan as ek kyk na van die ander titels, Jornay, Morning Glory, is bijvoorbeeld hierdie lijst gehaal. Is een paar snaakse of vreemde titels, Indigo van Beverly Jenkins. En dan miskien, daar is miskien nog een waarmee ek wil afsluit, en het is Dark Lover. By J.R. Ward, of dier J.R. Ward. So, ja, een paar... Romeo en Juliet, bly nou maar. Ek wou nou net vraag. Ek weet, hulle kon die situasie bykie beter hanteer het, Romeo en Juliet. Maar dit was, en vooral die film met Leonardo DiCaprio, is my nummer 2 film van alle tye. Oké. En vir my liefde story so mooi. Kom ons gaan groot.